door Betty Sluiser en getekend door Alex de Wolf. Dida staat voor een grote blauwe deur. Met haar hand slaat ze er 3 keer op. Boem, boem, boem. De deur gaat open en daar staat opa. Hij tilt Dida op en geeft haar een dikke kus. Dag Dida Pida, kom gauw binnen. We gaan lekker vies doen vandaag. Oma zit aan tafel. Dag Dida, zegt oma. We gaan koekjes bakken. Op de tafel staat een grote kom. Wat is dat? Vraagt Dida. Is dat vies? Nee, dat is deeg, zegt oma. Daar gaan we lekkere koekjes van maken. Mag ik dat ook? Vraagt Dida. Maar natuurlijk, zegt oma. En ze geeft Dida een stukje deeg. Dida legt het voorzichtig neer en dan geeft ze er een harde klap op. Pets! Nu is het een mooi koekje, hè? Zegt Dida. Opa pakt ook een stukje deeg. Hij rolt het stukje heen en weer op tafel. Wat maak jij? Vraagt Dida. Ik maak een hele lange sliert. Kijk maar! En hij houdt de sliert omhoog. En plof! De sliert breekt en valt op tafel. Bah, wat vies, zegt oma. Wat zit je toch weer te knoeien, opa? Weet je wat pas vies is, zegt opa. En hij rolt het stukje deeg op. Een drolletje! Vies, hè? Lacht Dida. Ik ga ook drolletjes maken. Ik ben klaar, zegt opa. Nu gaan we naar buiten. Hij staat op en pakt zijn jas. Ga je mee, Dida? Dida is ook klaar met haar koekjes. Mooie drolletjes, hè, oma? Zegt ze. Oma lacht. Ja, jullie hebben lekkere drolletjes gemaakt. Maar buiten liggen vieze drollen van honden. Die kun je niet eten, hoor. En je moet er ook niet in trappen. Dat is heel vies. Opa en Dida lopen op straat. Het begint opeens heel hard te regenen. Ik word nat, zegt opa. Kom, we gaan terug naar huis. Met grote stappen? Vraagt Dida. Ja, zegt opa. We nemen grote stappen. En dan zingen ze een liedje. 1, 2, 1, 2, grote stappen doe je mee. 3, 4, 3, 4, en nu springen we tot hier. Samen nemen Dida en opa een grote sprong. Splash! Opa springt precies in de hondenpoep. Bleh, roept opa en hij tilt zijn schoen op. De onderkant is helemaal bruin. Dat is echt vies, zegt Dida. Ja, zegt opa, heel vies. En weet je hoe we dat weer schoon gaan maken? In de regenplas. Dida en opa stampen samen door de plassen. 1, 2, 3, 4, plassen daar, plassen hier. 1, 2, 3, 4, stampen doen we hier. Helemaal nat komen Dida en opa weer thuis. Wat hebben jullie gedaan? Vraagt oma verbaasd. We hebben poep gestampt, zegt Dida. En toen zijn we door de plassen gelopen. Bah, wat vies, zegt oma. Ga maar gauw in bad. Opa laat het bad heel vol lopen. Er mogen ook bubbeltjes in. Schuim is lekker, zegt Dida. En ze pakt een hand schuim en wil het in de mond stoppen. Opa schrikt. Niet doen, Dida, dat is vies. Hij leunt naar voren en valt in het bad. Plons. Dida en opa zitten aan tafel. Ze zijn weer helemaal droog en schoon. Weet je waar ik zin in heb? Zegt opa. In een lekker vies koekje. Zijn ze al klaar, oma? Oma knikt en zet een grote schaal neer. Dida mag eerst kiezen. Ze zoekt heel lang en dan pakt ze een mooi rond drollenkoekje. Deze wil ik, zegt ze. Opa neemt ook een lekker vies koekje. Deze drolletjes zijn echt heerlijk, zegt opa. Ja, lekker vies, hè? Zegt Dida.